Eerst even nog wat praktische dingen. Ik heb het volgens mij niet gezegd voor de pauze, maar Jonathan, wil je hem even op de scherm gooien? Want we vinden het natuurlijk leuk dat jullie er allemaal zijn, maar we willen jullie graag, want de meesten reageren of op Facebook of met vrienden, we willen graag dat jullie ook even dit onder ogen hebben. Er is een Facebookpagina van Jaida Goes. facebook.com/Jaida Goes. Hoe voorspelbaar. En dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief of je like die pagina en je blijft op de hoogte. Of doe het allebei, nog beter. Maar dan weten we zeker dat we je 7 februari weer zien. En ontzettend dank voor jullie geweldige gift met z'n allen. Aan de Jaida Techniek ook en zo. Want prachtige bedrag van €510,61. Geweldig. Goed, dan wil ik met jullie graag voorgaan in gebed. En ik zeg het vast, ik zal zo meteen een stilte laten vallen in het gebed. En dan mag je zelf je gebed uitspreken voor jezelf of voor iemand in je omgeving waar je graag voor wil bidden. Maar dan weet je, als ik zo meteen stilte laat vallen, dat het een moment is waarop je even zelf in stilte iemand in gebed bij God mag brengen. Of misschien wel juist jezelf. Dan verrast je dat niet. Laten we ons hoofd buigen. Heere God, trouwe Vader, we danken u dat u ons hier dit moment geeft. We danken u voor de vele liederen die we hebben al mogen zingen en de prachtige liederen en bijbelpassages die nog op het programma staan. Ook de mooie liederen die opgegeven zijn strakjes voor het vrijzingen. Heere, we danken u voor alle goede gaven die u geeft. Heren, net kwam er iemand naar me toe en die vertelde dat een vriend, Jorien meen ik, als ik het goed gelezen heb op het briefje, die in het ziekenhuis ligt nu, leukemie heeft. En er onderzoeken gedaan worden, operaties ook. En er was hoop. Heren, we willen u daar de dank voor brengen. Dat er weer wat hoop gloort in het leven van die jongen. En tegelijkertijd bidden we u, wat we ook gezongen hebben, dat u erbij bent, dat u zal laten zien dat u de ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. We bidden het bijzonder voor hem. Dat u met hem zijn in het ziekenhuis. We brengen u de dank voor het feit dat het wat beter mag gaan, maar de toestand blijft ontzettend zorgelijk. En hier vanavond willen we hem aan u opdragen. Zoals die vrienden dat eens deden met hun vriend. Ze wilden hem bij u, o Heer Jezus, brengen en ze konden er nergens doorheen. En dus waren ze zo vindingrijk om dan maar via het dak te gaan. Koste wat kost. Ze konden het niet laten, omdat ze wisten, onze vriend, onze vriendin kan niet zonder Jezus. En Jezus is de enige geneesheer van de wereld. Heer, zo willen we dat doen, niet alleen voor Jorien, maar hier voor een ieder. En ik ben een moment stil en dan willen we in het gebed Een kennis of een familielid of misschien wel onszelf aan u opdragen, omdat we zo'n nood en bewogenheid hebben voor die persoon. Een last om voor hem of haar te bidden die u nog niet kent of die zo ontzettend te worstelen heeft met moeilijke of verdrietige omstandigheden. God, dank u wel dat u zoveel mensen tegelijkertijd kunt aanhoren. Dat u ons alle hoort. En Heere, geef ons het vertrouwen dat u ver hoort of dat u zult doen wat wijs is. Ook als het soms anders is dan dat wij denken dat goed is. Heere, geef ons dat vertrouwen in uw leiding, in uw trouwe zorg over ons leven. En dat we altijd zien op Jezus, uw Zoon. En Heere Jezus, wilt u uw Heilige Geest geven, die u al met Pinkster heeft uitgestort, maar dat die in onze harten woning maakt, zodat die ons helpt om uw weg te volgen en ons helpt in moeilijke omstandigheden. Als we worstelen met ziekte en misschien wel het allerergste,
worstelen met die blijvende zondigheid en opstand ten opzichte van u. Ook juist als we u kennen, dan blijft die tweeledigheid in ons hart er zo. Heren, we dragen dan ook onszelf aan u op. En we willen u bidden, kom met uw Heilige Geest over voor het eerst. Of als we u al kennen, dat we weer opnieuw vervuld worden met uw geest. Want we kunnen echt niet zonder u, niet zonder de Vader en niet zonder de Heilige Geest. En we danken u dat we dit allemaal mogen vragen en allemaal mogen danken in uw naam. Amen. Ik vertelde het daarnet al dat we een stukje zouden lezen uit Handelingen. Ga ik even opzoeken. Oh, hier. En dat doe ik lezen vanaf vers 28, denk ik. Ja. Het is een klein stukje, een paar versen, 4, 5 versen. Even als inleiding. Paulus loopt daar rond en hij ziet dat er allerlei afgoden zijn. Grote tempels, kleine tempels. Maar hij ziet dat er ook een afgodsplek is waarop staat voor de onbekende God. Ze waren zo bang dat ze er misschien eentje zouden vergeten. En ja, je wil niet een boze God en helemaal niet een onbekende boze God. Dus dachten ze, we maken een afgodsplek voor die God die wij vergeten zijn om te bedanken. En dat hadden ze dan opgeschreven aan de onbekende God. En Paulus haakt daarop in om hen het evangelie te vertellen. En we haken halverwege zijn preek als het ware in. Vers 28 zegt hij over God. Wij mensen, wij leven in hem. En wij bewegen ons in hem en door hem bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Jullie hebben heel lang God proberen te zoeken en al tastende proberen hem te vinden. En Paulus zegt, luister nou naar mij. Ik ga de enige ware voor jullie tot nu toe onbekende God. Ik ga jullie over hem vertellen. Vers 31, en wel omdat hij, God, een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Die Jezus van Nazareth is echt de Zoon van God. Ja, Paulus, dat kan iedereen zeggen. En er zijn zoveel messiassen geweest, we worden er niet goed van. Dan weer via die en dan weer via die tot God. Waarom nou even hier deze Jezus van Nazareth? En Paulus zegt, het bewijs van het feit dat Jezus echt de Zoon van God is het feit dat hij dood is geweest en is opgestaan. En jullie kunnen het gewoon rondvragen, want de getuigen lopen er bij bosjes hier zo. God heeft het bewijs geleverd door hem, die Jezus, uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, nou, we horen je later nog wel een keer. Klinkt interessant. We horen je nog wel een keer. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en ze geloofden. Waaronder ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Blijkbaar kun je dus heel verschillend op de boodschap van het evangelie reageren. Je kunt erop reageren en zeggen, ja, dikke doei, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Zo kan het. Het belachelijk maken, bespottelijk maken. Nou, dat zien we in onze samenleving natuurlijk ook bij de vleet gebeuren. Cabaretiers doen het, op tv gebeurt het veel. Maar waar eigenlijk niet? Er zijn ook mensen die zeggen van, nou, dat christelijk geloof, het heeft wel wat. Het christelijk geloof gaat wel in op de echte vragen van het leven. Waar komt het lijden vandaan? En waarom overkomen al deze dingen? Het christelijk geloof probeert een antwoord te geven. Het is interessant. Ik praat er nog eens een keer op een verjaardag verder over door. En er zijn sommigen die zeggen, maar dat evangelie van Jezus Christus is exact de boodschap waar het in deze wereld om draait. Het laat zien waar we vandaan komen. Het laat zien waar het naartoe gaat. Het laat zien hoe het komt dat we in deze omstandigheden zijn. En het laat zien hoe we uit deze omstandigheden van verlorenheid en corruptie verlost worden. En juist in een week waarin we geconfronteerd worden met de zondigheid, niet alleen van ons eigen leven, maar in de zondigheid van de hele mensheid. Kijk naar Parijs. Dan worden we geconfronteerd met hoe wij als mensen alle van God zijn afgevallen. En komt de vraag ook in dat soort gebeurtenissen naar je toe, heb ik al vrede met God? Want ik ben niet beter dan ieder ander. En om dat als het ware te belijden, gaan we het lied zingen, Ik bouw op u. Ik hoop dat je dat met je hart mee mag zingen.
Dat is niet vanzelfsprekend. En als je dat nog niet kan, dat je dat dan zometeen meezingt als een gebed in je hart. Van Heere God, ik wil op u bouwen, maar mijn leven lijkt er lang niet altijd op. Dus laten we dat zingen. Ik bouw op u als een belijdenis, hoop ik. En als dat niet een belijdenis is, dat het dan je gebed is. Liederen zingen. Wij zijn als adem, u was er altijd. En het tweede lied wat we erachteraan zingen is Jezus alleen, ik bouw op hem. En voordat we dat gaan zingen, wil ik met jullie een paar versen lezen uit de tweede Timotheusbrief. Het is een boodschap van, zo stel ik me dat al voor, de oude Paulus aan de jonge Timotheus. En daar kunnen we ons dan prachtig mee vergelijken. Daar zijn ook een stel jonge honden, tenminste het merendeel dan. En ik lees 2 Timotheus 3 vanaf vers 12. En trouwens even ervoor nog. De verhouding tot het thema is hoe kun je Gods wil verstaan? Hoe kun je Gods leiding in je leven varen? Kan op alle mogelijke manieren, heb ik ook van Jurgen gehoord. Maar ook door heel dicht bij de schrift te blijven. En luister maar wat Paulus daarover zegt. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Want slechte mensen, bedriegers, zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. En dat maakt het moeilijk om Gods wil te verstaan en achter hem aan te gaan. Want er is verleiding van alle kanten. En dan het appel. Blijft u echter
bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Het zijn betrouwbare mensen die het je verteld hebben. Het zijn geen mooie Donald Duck verhalen. Nee, het waren integere mensen die te vertrouwen zijn, die je een boodschap hebben doorgegeven over Jezus. En die hebben van jongs af aan de Heilige Schriften gekend. En die Heilige Schriften, de Bijbel, die kunnen je wijsmaken tot zaligheid, tot de redding, door het geloof dat in Jezus Christus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, om een ander die het nog niet begrijpt het uit te leggen, om iemand, ja dat staat er ook, te weerleggen. En dat vinden we in onze tijd een beetje lastig. Niet discussiëren en zo. En alles heeft een maat. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Als we de Bijbel eerlijk bestuderen, dan moet je soms ook in liefde en tactvol en niet met de botte hamer erop, maar wel eerlijk zeggen van, joh vriend, dat kan niet. Wat jij zegt, zo zie ik het niet in de Bijbel staan. Laten we samen zitten, laten we samen de Bijbel open doen, samen bidden. Maar ik moet je hier volgens mij weerleggen. En in ieder geval in gesprek gaan met elkaar. Daar is de Bijbel ook voor. Om elkaar te verbeteren en op te voeden. Met welk doel? In de gerechtigheid, in de rechtvaardigheid. Dat is het doel, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Volwassen. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Je bent hier niet gekomen om een beetje je eigen leven te leven. En je bent niet, als je een kind van de Heere God mag zijn, ben je dat niet zo van, ja, nu ben ik dan bekeerd en dan ben ik er. Nee, dan begint het leven pas. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen, niet alleen om je van die zonde te bevrijden, die schuld, maar ook om, en van de straf, maar ook om je een leven te geven wat overeenkomt met zijn wil en met zijn karakter. Dus ik zou bijna zeggen, als je je leven aan de Heer hebt mogen overgeven door genade, dan is dat niet het einde, maar het begin van het echte leven. Ik stop gauw, laten we zingen. Wij zijn
Ik wil met jullie weer een Bijbelgedeelte lezen. Het wordt bijna geen verrassing meer. Maar wel mooi. 2 Korinthe 5 ga ik met jullie een stukje lezen. Ik zat toen ik dat voorbereidde, die playlist, liederen en stukjes Bijbelpassage zoeken bij wat goed past bij Gods leiding in je leven, God die de weg wijst. Dacht ik van, eigenlijk wil ik ook heel graag, en daar zit de duidelijkste leiding van God in iets vertellen over het evangelie. Dat is het eerste waar God je naartoe wijst. Als je hem nog niet kent, dan wijst hij je enkel en alleen naar Jezus. En nadat je hem kent, ook. En vers 17 zegt Paulus, en die versen die volgen is, ja, het is best lastig, maar het is fantastisch. Vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Paulus zegt, door het geloof ben je dan met Christus verbonden. En dan ben jij niet jij meer, maar dan heb je een nieuwe identiteit gekregen. Dat is heel groot, maar dat is het wel. Door het geloof een nieuwe identiteit gekregen. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En we weten dat niet alles nieuw is als we de Heer Jezus leren kennen. In onze omstandigheden. We dragen nog steeds dat sterfelijke lichaam met zich mee, wat die ziekelijke neiging tot de zonde iedere keer weer heeft. Als gelovigen die hier zitten, weten we dat. En ik hoop dat diegenen die hier niet echt gelovigen zijn, het na vanavond ook gaan ervaren dat dat zo is. Dat we van God uit een nieuwe identiteit gekregen hebben. We horen bij Hem. En tegelijkertijd, het is ook ten dele. Het is al helemaal nieuw door het geloof. En het is tegelijkertijd ook weer ten dele. Dat is altijd de tweeledigheid, als het ware, wat je in de Bijbel terugvindt. En hoe komt dat nou? Dat we die nieuwe identiteit gekregen hebben. Dat we heiligen genoemd worden door Paulus, in plaats van zondaren. Hoe kan dat? Er kan maar één antwoord zijn. Vers 18. Dit alles, niks uitgesloten, is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. En hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. We waren rebellen, corrupt, verdorven tot op het bot. Je kunt in die zin ons mensen zonder Jezus echt niet slecht genoeg afschilderen. Het is niet het enige wat er te vertellen valt uit de Bijbel. Er is meer, maar dat is ook waar. Het is geen fijne boodschap. Ik vind dat zelf ook niet altijd even prettig om te horen. Maar het is wel waar. En tegelijkertijd tegenover die donkere, pikzwarte achtergrond van wie wij zijn, beseffen we, maar daar gaat het niet om. Maar die prachtige, genadige evangeliewaarheden schitteren en fonkelen als sterren in de nacht. God was het namelijk, hier heb je zo'n ster. God was het namelijk die in Christus die corrupte wereld met zichzelf verzoende. En hun overtredingen niet toerekende,